Wonderlijk. Terwijl de koeien gaan slapen en we geen geluid hadden bij het filmpje, heet ik u hartelijk welkom bij deze livestream van de aankondiging van het megaspektakel Hanna van Hendrik. Pot, Jan Drie nog naartoe. En ik ga... Hou je kop. Even niet. Ik ga meteen Johanna ter Stegen erbij halen. De grote initiator van dit geweldige project. Jo, kom er even bij. Ga even zitten. En voor de mensen die... Dat zijn er heel weinig in Twente, maar voor de mensen die Hanna van Hendrik integraal gemist hebben, zou jij ons even achter de microfoon kunnen uitleggen waar gaat Hanna van Hendrik over? Oei, Hanna van Hendrik is het verhaal over een boerenfamilie. En het hoogtepunt speelt zich af tijdens de boerenopstand in Tubbergen. En het is een verhaal over gewone, hardwerkende mensen die bang zijn voor veranderingen, maar toch met de tijd mee moeten. Het gaat over liefde, over geboorte, over afscheid nemen en het gaat over hoop. Daar gaat het over. Ja. En waarom heb je deze voorstelling ooit bedacht? Nou, ik kom hier vandaan. Mijn huis, geboortehuis is hier 150 meter verderop. Niet? Ja, je kan het nu niet zien. Maar ik heb nooit gerealiseerd. Ja. Ja, aan de overkant. En we zijn nu op het erf bij Gerrit Lammers. Dat is mijn achterneef. Dat is dus familie van mij. En ik dacht, ik zit al heel lang in het vak. Dat weet je natuurlijk. Mm-hmm. We hebben ook heel veel samen gespeeld. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als het me lukt om ooit iets te maken over daar waar ik vandaan kom. En als het me lukt om mensen naar het toneel te krijgen die eigenlijk niet zo vaak naar het toneel gaan. En die dan zeggen van, wie gaat nooit naar het toneel, maar wie bent nu aan zijn west, dat was zo mooi. Ik denk, dan is de cirkel rond, dan zit ik in het vak en dan heb ik alle mensen waar ik van mijn geboortegrond zijn ook geweest. En het is een eerbetoon aan mijn ouders en mijn grootouders, want ik kom dus van een boerderij. Ja. En die boerderij was van mijn grootouders en op een gegeven moment, ja, dat hoort erbij, hè. Dat hoort erbij. Ja. Ja. Dag jongens, Merks. Ja, maar dat is ongelooflijk goed gelukt, hè? Want ik was daarbij die eerste keer en het was een, dankjewel, succesvol. Het was een gekmakend succes. Ja. Ik heb zelf nog nooit zoveel huilende mensen na een voorstelling meegemaakt. Nee, dat vond ik ook echt heel indrukwekkend. Het is voor de leeftijd van 12 tot 100, zeg maar. En ik vond het heel mooi dat je, het was bijzonder hoeveel mannen zaten te huilen in het publiek. Ja. En het komt natuurlijk omdat het onderwerp een onderwerp is wat mensen aanspreekt. Het is ook over de teloorgang van het boerenleven. Mm-hmm. Het is heel toegankelijk. Er gebeurt heel veel. Het was indrukwekkend. En dat is natuurlijk ontzettend te danken aan Bouke Oldehoff, de schrijver. Ja. En daarna aan Lisbeth Koltoff, onze regisseur. Die is geweldig. Geweldige Lisbeth, ja. Ja, die heel goed is in het neerzetten van een heel groot theaterspektakel. En die heel goed dat hele grootse aan kan. En tegelijkertijd ook heel goed weet om het intieme te vertellen. Ja. En dat is gebeurd. Ja. En waarom komt die terug? Ja, vanwege het grote succes. We hadden 10.000 mensen op de wachtlijst staan. Wij waren toen samen bij Jinek vanwege het succes. Ja. En toen was ik zo dom om te zeggen, jullie moeten niet meer bellen, want het is uitverkocht. Had ik dat maar niet gedaan, dan hadden we nu die data en dan hadden we 20.000 mensen op de wachtlijst. Ja. Nou, en omdat ik heel veel heb gehoord de afgelopen jaren, komt er nog terug. Ik wil nog een keer komen. Ik kom nu met mijn ouders of ik neem nu mijn kinderen mee. En het verhaal speelt natuurlijk nog steeds. Dat zullen we merken, ook als we straks andere acteurs krijgen te spreken. Ja. Het is een belangrijk verhaal voor boeren en voor alle mensen. Is de voorverkoop gestart? Ja. En die is buitengewoon veelbelovend, neem ik aan. Ja, maar we zijn er nog lang niet, hè? Nee. Dus komt allen. Ja. Ga even zitten. Ja. En vertel ons intussen waarom Hanna van Hendrik een stichting is. Ik weet niet waarom dat een vraag is. Nou ja, dat moet ik vragen. Dat is omdat, maar, je moet je vragen omdat mensen anders denken van... Dat jij met de zakken vol met goud naar het buitenland vlucht. Ja, precies. Omdat het zo succesvol was. Ja. Maar dan zou ik hier niet zitten, hè, zakken met geld. Ja, precies. Nee, een stichting, het is geen winstoogmerk.
Als je een stichting hebt, kun je subsidies aanvragen. En die hebben we heel hard nodig bij dit theaterspektakel. Ja. Het is een ANBI-stichting, dus kunnen donateurs is handiger goede voor donateurs. Ja. En bijvoorbeeld, omdat het ook een stichting is, we proberen, nou mensen zullen denken, hoe kan het noemen, het is nog best duur. We proberen het kaartje toch een beetje laag te houden in prijs, zodat het toegankelijk is voor heel veel mensen. Ja. En het is nog steeds prijzig, maar nou ja, dat doen we dus zo. Omdat het een stichting is en omdat, het is simpel, dat is het. Ja. Het is geen commerciële instelling in die zin. Ja. En we hebben een onafhankelijk toezicht met een raad van toezicht en dat is ook heel fijn. Ja, ik vond het een fijne manier van iets maken. Ja, vertel nog even wanneer, van wanneer tot wanneer? Vanaf 8 juli zijn we er weer. 2 maanden lang, dus juli en augustus. En als het een groot succes wordt, dan gaan we door tot en met in september. Ja. Ja, en als het nou heel goed gaat, nou, dan houden we niet meer op, denk ik. Dan is dit het moment om Tjebo en Stefan erbij te roepen. Want zij gaan mijn rol overnemen. Met zeer veel pijn in het hart moet ik zeggen dat ik een documentaire ga maken voor Omroep Max. Die ik zelf ook hartstikke leuk vind om te maken. Laat dat voorop staan ook. De Grand Tour van de Gebroeders de Wit. En dat is door Frankrijk en Engeland. Dus ik ben gewoon ook fysiek niet in het land. Ik weet het. En Tjebo en Stefan gaan mij meer dan waanzinnig goed vervangen. Ik heb hier 2 overalls als symbolische gesten. Jongens, kom even naar voren. Blijf jij even zitten, joh. Ja, zeker. Dan geef ik jullie twee nieuwe mannen. Symbolisch de overal. Ja! Hatsé! Hey, ga zitten, jongens. Neem plaats. Nou, je krijgt nu Hendrik in tweevoud. Ja. Tjebo Gerritsma, Stefan de Wallen. Nou. Ja, dan moeten de mensen 2 keer komen, natuurlijk. Maar dat kan in 1 weekend. Als je het een beetje handig speelt met de kaartjes, kan het in 1 weekend. Tjebo, nou, vertel. Wie heeft jou overgehaald om mee te doen? Lisbeth Kolthof, de regisseur van dit prachtige project. Ja. Ik ben echt een soort adept van haar. Ik heb jaren bij de toneelmakerij gewerkt, wat echt wel haar ding is. En toen Lisbeth mij belde een tijdje terug, toen had ik er gemist. Maar ja, als zij in mijn telefoon staat, dan ga ik onmiddellijk bewegen en kijken in mijn agenda of ik kan. Want wat zij maakt, vind ik prachtig. Dus, en zij heeft me er eigenlijk bij gehaald. En voor mij was het eigenlijk heel snel in kannen en kruiken, want ik mocht ook met notabene de man van Johanna ter Steeg spelen. Dus ik heb eigenlijk daar gelijk ja gezegd. Ja, dat heb je hartstikke goed gedaan. Dankjewel. En ik mocht jou vervangen. Nou ja, niet met je spelen ook, maar goed, ik mocht je ook vervangen. En zij zijn betere acteurs, dus ik vind het een enorme eer dat en Stefan en Tjebo mij vervangen. Dat is hartstikke goed. Steef, ja? Vertel, wat heb jij met Twente? Nou ja, ik ben getogen in Twello. Wat? Dat is natuurlijk niet helemaal Twente, maar ik ben hier, kom je wel een beetje uit de buurt. Ik dacht dat jij uit Den Haag kwam. Ik ben in Den Haag geboren, maar ik ben toen ik 7 was, hebben mijn ouders het gezin opgepakt en zijn in Twello neergestreken in een totaal onbewoonbaar verklaarde woning. Ja. Waar ik mijn hele jeugd heb doorgebracht in verbouwingen. Maar het was fantastisch, want het was buiten en ik ben heel veel boerderijen geweest van vriendjes van mij. En dus ik heb heel veel met Twente. Je zat in een soort help mijn man als klusser situatie. Thuis wel, ja. Maar ja, we waren natuurlijk ook veel naar school. Ik was heel veel bij vriendjes in koeienstallen en de weilanden in en hutten dus bouwen. Deze omgeving is jou totaal bekend. Heerlijk. Toen ik het rook, dacht was ik helemaal thuis. Ja. Melken ook? Melken ook, ja. Daar hielp ik ook mee, ja. Nou, Tjebo, je moet... Ja, ik heb nog heel wat te leren. Een beetje inhaalslagje maken nog, hè? Ja, nogal, ja. Heb jij een favoriet Twents woord? Nou, daar kwam ik achter eigenlijk, per toeval. Aju schijnt heel erg Twents te zijn. Aju. En dat is echt mijn manier van afscheid nemen, toch? Aju. Vind ik echt fantastisch. En ik kwam er ook achter, maar dat heb ik echt moeten opzoeken. Mijn vader zei altijd, ga jij maar in de kattenbak. Dat schijnt ook heel Twents te zijn. Moest ik ook opzoeken hoor, maar ik ben een internetgeneratie, dus ik heb dat al. Maar de kattenbak blijkt dus, de kattenbak schijnt ook, ik zie geen herkenning, ik zie geen, toch wel? Ja? Ah ja, ah, gelukkig. Okay. Maar ik vroeg me altijd af waarom dat was, want er was altijd plek gewoon op de bank. Maar ik moest altijd in de kattenbak, maar het zal wel zijn, want ik was wel altijd in de natuur aan het spelen. Ik zat altijd onder de zooi en de modder, dus daarom moest ik altijd in de kattenbak. Dus. Hey, nou kan ik zeggen dat het favoriete woord onmeunig leuk is om dit te doen. Echt, het is geweldig. Dat snap ik. In alle opzichten. Het verblijf in het hotel. De mensen, de Twentenaren, de reactie. Het is allemaal geweldig, kan ik zeggen. Maar waar verheugen jullie je nu op voorhand het meest op?
Nou ja, ik werd ook aangestoken door het enthousiaste telefoontje van Lisbeth Kolthof, die mij hierover ging bellen. Ik kreeg opeens een appje. Ik denk, mag ik je zo bellen? Ja, oké. Okay. Wie is dit? Ja, Lisbeth Kolthof. Dus die was zo enthousiast over het hele project. En de samenwerking. Omdat met muziek is natuurlijk. En met alle mensen hier uit de buurt, de regio. Hele goede amateurspelers, professionals. Dus ik kijk heel erg uit naar dat enorme spektakel. Wat me als een grote kluif voor is gehouden. En de gezelligheid. En dat samen te maken. En dat verhaal te vertellen. Wat natuurlijk ook heel... Ja, heel veel mensen hier nog steeds in de streek aangaat. Die ruilverkaveling die er natuurlijk heeft plaatsgevonden. En ik kan me dat uit mijn eigen jeugd nog herinneren dat dat speelde. En dat dat heel heftig was voor heel veel boeren. Ik heb zelf in een voorstelling gestaan waar mensen inderdaad, wat jij zei, van 8 tot 80 kwamen. En waar zoveel grote, sterke kerels, vaak boeren ook, gewoon luid stonden te huilen na de afloop. Ja. Dit is mijn vader, het is ook mensen voelen zich gezien, hè, als ze deze voorstelling hebben gekeken. Ja. En ze voelen ook erkenning voor de problematiek die er is. Dat is echt bijzonder. Ja. Hey, lief, wat verheug jij op de samenwerking met deze twee? Nou, jij kan natuurlijk Nissen heel vullen. Ja, maar. Juist wel. Maar ik ben wel blij dat ik er nu drieën heb. Dat ik er nu drieën dat overkoop niet iedereen, hè? Nee, drieën tegelijk. Dat is waar. Nee, ik verheug me enorm. Een soort Anton Heijboer ben je. Oh, ja. Antonia Heijboer. Antonia Heijboer. Ja. En ik beloof dat ik een paar keer kom kijken. Ja. Nee, minimaal 2 keer. We gaan je hartstikke missen. Ja. Het was heel fijn dat je erbij was. Maar het was ook een feest. Ja, het was echt een feest en ik verheug me op de zomer. Nou ja, ik kan ook gek genoeg zeggen dat ik je ook heel erg ga missen, want ik had het fantastisch gevonden om samen weer zoiets te doen. We hebben ooit samen op het toneel gestaan in Democraten bij het Nationale Toneel. Met veel genoegen. Ja. Echt. Dus dat was hartstikke leuk. Ja. Wij hebben samen in de klas gezeten. En wij hebben samen in de klas gezeten. Nou, ik heb ook samen met Steven gespeeld. Ja, jij hebt niet. Ja hoor. Ja, nou, ja, Casimir, mocht Caroline. Mocht u dit op Intels vinden, gaan lijken. Ja. Het is maar klein. Het was allemaal leuk. De wereld is heel klein. Ja. We gaan even naar een instartje kijken van Naomi en Diederik. Oh, ja. Diederik is van Her Majesty en Naomi was die fantastische vertelster. Omdat ze helaas hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Dus ik zou zeggen... Take it away, Naomi en Diederik. Mag ik deze houden? Ja, die moet je houden. Moeten wij weg? Ja, dan vragen wij Max en Marlies. Oké. Okay. Ja, is klaar? Is klaar? Oh, dat was Naomi. Oh. Ja, Marlies, wat verdorie zeg. Hallo. Zijn er nou dingen die je na 48 voorstellingen gespeeld te hebben in 2019, nu met voortschrijdend inzicht anders gaat doen? Oeh, je begint natuurlijk weer na 3 jaar mag je weer. En ik weet nu hoe fijn het is en hoe mooi je voorstelling het is. Dus ik ga er denk ik met nog meer enthousiasme ga ik eraan beginnen. En ik ben ouder geworden. Ik ben afgestudeerd als actrice. Max trouwens ook. Ja. En doordat je ouder wordt en meer ervaring krijgt als acteur, dat neem je mee. En ik ga denk ik als puberdochter mijn moeder het nog wel moeilijker maken tijdens de voorstelling natuurlijk. Oh joh, maak de borst maar nat. Ja. Godverdoei. En het was zo moeilijk. Het was al zo moeilijk. Hey, en vreug je op de samenwerking met Lisbeth weer? Ja, zeker. Ja, als je het hebt over de Hanna van Hendrik-familie, dan is zij een soort van de matriarch
die alles bij elkaar houdt. En ze is zo... Ik heb nog nooit een regisseur gehad die 2,5 uur naar een voorstelling kan kijken en dan niks opschrijft, maar daarna wel elk moment kan weer aanhalen van, oh, dit, toen deed je dit en dit moet anders. En ze laat ook heel erg je eigenheid als acteur zien. Dus het is super fijn. Heel veel zin om weer met haar te werken. Ja. Ja. En als je nou zo'n beetje reflecteert over wat je hebt gedaan, zijn er dan al momenten waarvan je zeker weet, oh, los van dat je het jou moeilijker gaat maken... waarvan je zeker weet, oh, dat ga ik totaal anders aanpakken, anders spelen. Oeh, nee, nog niet zozeer. Ik merk ook dat ik eigenlijk al teksten weer, dat ik weet wel wat grappige momenten waren bijvoorbeeld. Waar ik wel echt dacht van, oh, dat is leuk om te spelen. Maar ik zou het nu ook niet meer zo goed weten, zeg maar, welke teksten daarin voorkomen of iets dergelijks. Dus nee, en ik vind het ook eigenlijk heel belangrijk om gewoon elk moment... echt of elk voorstelling in het moment te staan. Want het publiek is altijd anders. Elke voorstelling is anders. Ja. Dus daar wil ik eigenlijk mee spelen. Ja. Hey, hebben jullie contact gehouden? Jullie samen afgestudeerden na Hanna van Hendrik? Ja, we spelen ook nu af en toe samen in een jeugdvoorstelling. Een soort theatrale rondleiding met de Grieken. Ja. Dus volgende week staan we gewoon weer samen in een theater. Ja, maar dan niet als broer en zus. Nee, ja. Als... Orestes en Antigone. Ja. Oh, dat is different ook, koek. Ja. En hoe is het om dan weer opeens, want dat was toen ook elke voorstelling, er zaten 1000 mensen. Ja. We hadden van pandemie en van lockdown nog nooit gehoord. Ja. Hoe gaat dat voor je worden om dat nu weer te doen? Ik denk heel bizar, omdat je, of nou ja, het was toen al heel bizar. Ik kreeg bij elk eindapplaus kippenvel en moest ik een beetje stiekem huilen. En nu, omdat afgelopen jaren de theaters zo leeg zijn geweest, dat nu opeens weer zo, ik denk dat het heel, heel erg op me afkomt en overweldigend gaat zijn. En ik kan niet wachten. Maar jullie waren allebei zo belachelijk getalenteerd, dat ik, toen ik met jullie speelde, het gevoel had dat jullie al minstens 10 jaar waren afgestudeerd. Dat vond ik echt, toch? Ja, 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 ja. Dat vond ik echt. Ja, dan mogen wij voor jullie klappen. Maar nu pas echt. Ja, ik moest nog jij, een jaar. Heb jij reflecterend, dezelfde vraag die ik aan Marlies stelde, heb jij reflecterend op je rol ook het idee dat je dingen totaal anders gaat doen? Of? Nou, ik denk dat het allemaal wat meer is ingedaald. En dat ik toen, het was echt mijn eerste stap buiten de toneelschool om als acteur. En nou ja, ik kwam wel echt in een waanzinnig warm bad met allemaal fijne mensen. Dus dat was een hele makkelijke stap eigenlijk. Maar je zit dan nog zo verbonden aan een soort schoolsysteem. En wie ben je als acteur? Ik denk dat ik dat nu al veel meer weet. En dat ik er daardoor nu nog meer van kan genieten eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Ja. En je hebt 3 jaar lang aan je Twents gewerkt, toch? Ja, 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 ja. Zijn er zaken die jullie nog kwijt willen, die jullie mensen willen meegeven voordat ze komen kijken? Nee, ik kom allemaal kijken. Kom kijken. Ja, het is gewoon, het is echt fantastisch. Ja, en ook afgelopen 3 jaar, dan loop ik met mijn moeder op het strand en dan raken we in gesprek met iemand die uit Twente komt en die dan opeens, nee, maar dat heb ik gezien. Was jij dat? En dat is zoiets moois, dat het is gewoon het hele land doorgegaan. Ja. Dus ik denk dat het ook veel breder kan getrokken worden dan... Dat hebben wij gemerkt, hè? Want er waren in de eerste serie waren er mensen van Zeeland tot Groningen, Friesland. Precies. Kwamen echt overal vandaan. Ja. En waren allemaal even aangedaan. Ja. Dat was het mooie, toch? Nou, ik ga jullie scherp volgen en in de gaten houden. Zin in. En heel erg veel dank. En dan ga ik nu oproepen jullie, Jan, Laus, Magda. Kom naar voren, dank jullie wel. Jan, ga jij aan die kant zitten? Hoe is het, Jan, om iedereen na zo lange tijd... Neem plaats, jongens. Om na zo lange tijd iedereen weer terug te zien. Oh, kijk. Daar komt Sjane. Oh. Gerrit. Ja? Wie bent even bezig met een persmoment? Ja. Dus straks is de ruimte weer voor... Oeh. Ja. Klinkt... Nou komt Jane ook net voor. Oh, komt ze voor de... Want vanaf dat hier spotlights waren... Ja. Dat nee, is niet te houden, dat zie ik. Dat, zij was de grote ster ook van
echt ja, bijna net zo groot als Magda Nijbijvang en Marlies van Til en Johanna ter Stegen. Was dat deze dame toch echt een hele grote verschijning. Ja. Siska niet te vergeten. Ze is zo enthousiast. Ze wil nu al aan de gang. Ja. Ja, ze kan er niet op wachten om weer zomer weer in met de andere stalgenoten weer mee te mogen doen. Ja. Sjaan komt goed. Is ze nog steeds verliefd op Huub ook? Of niet meer? Ja. Was dat Sjaan die verliefd was op mij? Ja, of, ja, Sjaan die was helemaal dol op jou. Daarom komt ze zo hard aangerend. Ja. Sjaan, ja, mag ik je vragen om even naar je stal te gaan? Want ik moet even wat mensen interviewen. Dus ze moet even weer weg. Ja, doe maar. Ja. Doe maar, Gerrit. En mag ik dan namens Jane bedanken dat ze je toch even in de spot leest? Ja. Hoewel met de kont naar de zaal, maar ik vond het toch hartstikke leuk. Ja. Ze wil wel even draaien. Het kan er geen reet schelen. Oh, nee. Vind ik wel leuk als ze even... Als ze even draait, vind ik wel leuk, toch? Dan kunnen we Jane even in de ogen kijken. Ze laat zich zo slecht regisseren. Ja, dat is niet te regisseren. Ja. Ze heeft een hele sterke eigen wil, dames en heren. En nu gaat ze daar vreten. Dus Jan, ik begin even met jou. Ik zag je ook voor het eerst sinds lang weer terug. Ja, dat is wederzijds. Oh, en geweldig. Het heeft lang geduurd. Ja, hè? Toen was in december, weet ik nog, 2019... dat we het laatst bij elkaar kwamen. Het was een soort afscheid met het Rabotheater. Ik denk, nou is het afgelopen. Ik zie heel veel mensen waarschijnlijk nooit meer terug. Nee. Ik zit niet in die acteerwereld. Als je boer bent, dan zit je een foto in de sloot of waar dan ook. Maar je ziet geen mens. Ja. Maar goed, een week later belde Johanna op. We gaan het toch nog weer herhalen. Ja. Ik denk, gelukkig. 2020 werd kort. Voorbereiding 2021. En toen kwam die smerige corona. Ja. Ik denk, wordt het nog wel wat? En ja hoor, in 2022 gaat het weer gebeuren. En dat is bijna 3 jaar geleden. Ja. En je hebt steeds meer behoefte, ook door die corona, om mensen te ontmoeten. Wat ik vond maar een saaie 2 jaar. Ja. Hoewel ik me er niet echt aan gehouden heb hoor. Als je het dan moet hebben, dan zul je het hebben. Daar kun je toch niks aan doen. Ja. Maar nou, na bijna 3 jaar zien we al die mensen straks terug. En dat vind ik echt wel fantastisch. Wat raak je het meest als je zo iedereen terugziet en denkt aan de voorstelling? Deze gezichten, die ken ik dan ook wel. Die zijn nog weinig veranderd eigenlijk. En al die andere mensen, koor en ensemble en dat soort, daar ben ik nog meer benieuwd naar. Ook weer. Ja. En jij hebt natuurlijk toen ook enorm genoten van de reacties van iedereen. Zeker, ja. Want die waren ongelooflijk, hè? Ja. Dat heb je in je eigen kring ook gemerkt. Ja, zeker. Ja. En heeft het nog een speciale betekenis voor jou om als boer mee te spelen? Dat doet me denken aan de opmerking van onze zoon, Johan. Ik had het geluk, of heb het geluk, dat een zoon boer is geworden. Ja. En die doet het met veel liefhebberijen, daar gaat het niet om. En die was een paar keer is hij op de voorstelling geweest en toen zegt hij tegen mij... als boer geniet je toch nog een aantal procenten extra van die voorstelling als niet-boer. Niks ten koste van de niet-boeren. En ik kon het niet goed aangeven waarom, en dat heb ik ook... Het is niet alleen dat je die rol daar neerzet. Je bent een deel, het is een deel van je leven wat daar gebeurt. En ze voelde onze zoon dat ook aan. En daar had hij ook gelijk in. Ja. Mooi. Ja, mooi. Laus? Ja? Wat is het verschil tussen spelen in theater en spelen op locatie? Ja, dat is een goeie. Ten eerste kun je natuurlijk op een locatie... kun je meer. Je kunt het helemaal naar je hand zetten. Mm-hmm. Plus dat het in heel veel mensen hun beleving al leeft. Die hebben al iets met die plek. Die kennen die plek al. Die plek is vervallen of het is niet meer in gebruik. En het krijgt opeens een hele nieuwe bestemming. En dat gaat vergroeien met elkaar. Dat wordt één grote nieuwe herinnering. En een theater is eigenlijk veel meer een soort wissellijstje. Er komt steeds weer een ander gezelschapje in. Maar het gebouw blijft hetzelfde. Ja. Dat. En je bent veel beperkter, want je kunt alleen maar zoiets doen. En de ene directeur is wat strenger dan de ander. En van, nee, niet aan die. Nee, dat mag niet. En niet boren in de vloer. En ik bedoel, wij hadden gewoon een stal. Hè? En we hadden echte koeien. En er was een enorme ruimte waar de mensen allemaal konden eten. En zo kan je dus plekken vinden waar, waar mensen een soort totaalbeleving krijgen. En dat maakt het voor mij wel specialer om op locatie te spelen. En heeft dat in je manier van spelen nog consequenties? Ja, je moet wel iets groter. Je hebt misschien...
het is soms iets wijder, maar ja, we hadden alle techniek en alles in huis om het verstaanbaar te maken, om de mensen goed te bereiken. Dus eigenlijk blijft het acteren toch hetzelfde. Maar dan is er een heel groot verschil tussen ABN en je eigen dialect in dit geval? Ja, dat is Toeskom. Hè? Ja. Dat is Toeskom. Maar leg me dat eens uit. Ja, ik zie het altijd maar zo. Dat bedoel ik. Op het moment dat je in je eigen dialect speelt, dan zit dat automatisch gekoppeld aan je emoties, aan al je prilste belevingen, ervaringen. En je hebt een soort sneltreinverbinding naar je emoties. En er zit meteen gefulbi. Je trekt een oude jas aan, die heel vertrouwd is. Ik wou net zeggen. Het voelt de huissloffen die zitten als gegoten. Het is een warm bad. En het spreekt de mensen direct aan. Het gaat direct naar het hart. Want het is ook voor de kijker die het dialect verstaat, is het thuiskomen. Maar ook voor de mensen die het niet verstaan, voelen ook dat daar veel meer onder zit dan al die acteurs die allemaal geleerd hebben om ABN te spreken. Ja. Ja. Dus heeft meer body. Ja, dankjewel. Mag dan hoor je al geruchten van mensen die staan te trappelen om weer te komen? Gelukkig wel, ja. Best wel vaak. Ja. En ook mensen die voor de tweede keer willen komen. Dat vind ik ook heel erg leuk om te horen. Dat zegt van ja, nu ga ik nog een keer, dat hebben meer mensen al gezegd, maar nu ga ik nog een keer, maar neem ik tante zus of oom zo of om mijn nichtje die en die mee. Dus dat is, ja, ik hoor het al wel. Ja. Het beweegt echt een hele gemeenschap, hè? Ja. Een hele provincie komt zo ongeveer in beroering. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, nou ja, ik woon in de stad. Dus ik weet niet hoe het in de provincie de hele tijd is. Maar in de straat waar ik woon, dat kon ik de eerste tijd niet. Moesten toch altijd mensen even met mij even kletsen over die voorstellingen. Hoe leuk het was dat ik daaraan meedeed. Ja, en zijn jullie echt overspoeld met reacties? Nou ja, niet één op één. Dus wat ik net zeg, zo in de straat en op feestjes en partijen. Nou ja, eerste tijd op feesten en partijen kon ik niet anders dan daarover spreken. Maar dat vond ik helemaal niet vervelend, want ik moest echt totaal afkicken. Ja. Dus mensen hoefden mij echt alleen maar op dat knopje te drukken en daar ging ik. Ja. En dan had ik ook altijd mensen wel aan mijn lippen hangen. Ja. Maar dat was voor mij plezier en hun plezier. Dus en langzaamaan dooft dat dan uit. En dan ben je ineens op vakantie in Frankrijk en dan weet niemand ervan. En dat vond ik wel lastig. Ja. Dat vond ik lastig, dat niemand daar op de camping nog vroeg. En hoe was geen het nou mag daar te zien. Nee, dus toen heb ik een keer met Johanna gebeld. En hoe is het dan nu? Ja, ik zit er als een zombie. Bia, ik ook, ja. Ja, en mijn vriend wil niet meer luisteren naar mijn verhaal. Nee, ik snap er niks van dat hij dat niet meer wil. Weet je, nou ja, dus dat was echt serieus afkicken. Ja. De adrenaline had ik nog heel lang plezier van, zeg maar. En de mensen hadden daar ook lol in om dat met mij over te hebben. En inderdaad, heel veel mensen die twee keer, ik heb zelfs toen gehoord dat er mensen vier of vijf keer waren geweest in die eerste serie al. Ja, nou, ik heb ook vaak mensen gehoord die niet begrepen dat we niet gewoon domweg door. Je kunt toch gewoon deur gaan. Ja, maar we hebben besloten om te stoppen. Ja, maar dan kun je dan gewoon zeggen, we gaan toch deur. We gaan toch deur. Ja, uitgelegd dat het iets gecompliceerder zit met de huur van dat soort fratsen. Ja. Maar goed, dus maar ik vond het wel heel leuk dat mensen gewoon zoiets hadden van, ja, het gaat toch lekker, ga door, ga gewoon 100 voorstellingen doen. Ja, maar jullie hebben toch ook nooit meegemaakt Dat zo ongelooflijk veel mensen tussen, laten we zeggen, 12 en 100 zo aangedaan waren door de voorstelling. En dan, het was ook elke avond vol. En het was een geweldig succes, maar daar wil ik nog bij aantekenen dat het bij ons eigenlijk al iets eerder begon. Want vaak begonnen we bijna altijd 2-3 minuten voor 8 en dat kwam. 8:10 dan zat de zaal al bomvol en dan was er een soort geroezemoes van
wat gaat het worden? We zijn benieuwd, we zitten op een leuke plaats. Niet iedereen heeft de allerleukste plaats. Dus iedereen rende naar binnen om die leukste plaats te krijgen. En dan na afloop ging het ook nog door, wat ik ook heel graag mocht doen. Dan kleed ik me snel om en dan ging ik weer naar de foyer, waar de laatste mensen naar de voorstelling dan pas kwamen binnendruppelen. En dan ben ik als oude demente vader van Hanna kennelijk heel aanspreekbaar. En dan werd ik aangeklampt en dat vond ik eigenlijk bijna het allergezelligste. Om dan te kletsen met de mensen van waar komen jullie vandaan? Ja. Waarom vond je het leuk en hoe ben je hier terechtgekomen, et cetera. Ja. Nou ja, dat is iets, dat heb ik. Dat heeft iedereen misschien niet. Maar ik had geen behoefte om na de tijd door te zakken met de spelers en dat soort dingen. Nee, ik ging altijd de zaal in. Ja. En omdat je een beetje een oude man wordt, ga je ook op tijd naar huis. En dan sprak ik even met mijn vrouw in een bed in om de volgende dag weer fit te zijn. Ja. Nou, dat gaat weer gebeuren. Er is een eind gekomen aan dit persmoment. Tenzij iemand van jullie nog een hele prangende opmerking heeft. Als dat niet zo is, dan zeg ik voor iedereen die thuis zat te kijken in de stream, dank u, dank u, dank u wel. Wat werd daar gezegd? Dat zag ik even niet. Nog de twee vragen stellen aan Gerrit. Ja, maar die zijn al gesteld, toch, Gerrit? Gerrit? Ja. Wil je nog wat zeggen? Want ik hoor dat je nog wat wil zeggen. Het werd mij net door de regisseur opgedragen dat jij of dat Sjaan nog wat wil boeren, misschien? Nee, ik wil eigenlijk wel heel graag zeggen dat het eigenlijk wel heel belangrijk is om deze voorstelling nog een keer weer te spelen. De problematiek die speelt in de landbouw. Wat Johanna ook al aangaf, de mensen begrijpen het onrecht wat ze aangedaan wordt. Die dat is nog heel actueel. Het is eigenlijk nog actueler als in 2019. En daarom denk ik dat het heel goed is om deze voorstelling nog een keer weer te spelen. Oké, hartstikke goed. En in 2019 heb ik, is hier ook al gezegd, bomen van mannen zien huilen. Ik denk dat het dit keer weer gaat gebeuren. Ik ben ervan overtuigd. Hoog onder de boerenbevolking. Ja. Ja. En nu nog actueler dan in 19? Nog actueler dan in 2019. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel. Sjaan, bedankt. Ben je er klaar voor, lieverd? Ja. Sjaan is er helemaal klaar voor. Er staat wat te herkouwen. Dames en heren, dank voor het kijken namens ons allemaal. En we zien u heel graag op 8 juli in de hangar op het vliegveld Enschede. Tot dan. Dag, tot ziens. Ja.